Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Gabriel en vandaag ga ik jullie meenemen hoe het is om een sportfotografie editor te zijn. Nou, vandaag in deze video ga ik eigenlijk in verschillende hoofdstukken, ik weet niet of dat kan, maar heel handig van die hoofdstukken beneden in de comments zetten. Ik ga jullie meenemen van begin tot eind eigenlijk heel simpel, van ik krijg de foto binnen, hoe werkt dat? Ik ga vervolgens naar het editprogramma, hoe werkt dat? Ik ga door naar het volgende programma. Ik laat je alles zien, van begin tot eind, contact met de fotograaf en hoe het uiteindelijk dus terechtkomt bij de kranten, de liveblogs, de webblogs, whatever je wil. Ik neem het allemaal mee in deze video en je kan handig er doorheen kijken. Als je een bepaald onderdeel niet goed snapt, dan kun je er altijd nog naar terugkijken. Het zal allemaal heel handig ingedeeld zijn en ik neem jullie gewoon mee in het volledige proces en jullie zullen vanzelf het hele proces uitgelegd gaan krijgen. Er zullen tips komen, er zullen programma's langskomen. Misschien dat ik er nog wel een aantal bonus tips aan het eind gooi, je weet het nooit. Maar in ieder geval, veel plezier met kijken. Heb je nog vragen, laat het beneden in de comments achter. Vergeet niet te abonneren en veel plezier met de video natuurlijk. Right, zoals jullie zien, ik heb nu hier alvast de eerste schermen open en laten we beginnen bij stap 1 van het hele proces. Namelijk het contact met de fotograaf. Ik heb, normaal gesproken heb ik WhatsApp naast me. Ik heb, dat zien jullie waarschijnlijk niet, maar 1, 2, 3 schermen hier. En die deel ik als volgt in. Op het middelste scherm heb ik normaal gesproken de editprogramma en Photomechanics. Zodat ik de belangrijkste twee programma's eigenlijk direct voor me heb. En dit is ook het meest color accurate scherm, dus dat is het handigste voor het bewerken van foto's. Links heb ik vaak WhatsApp openstaan, waar ik direct contact heb met de fotograaf en eventueel andere editors, zoals vandaag het geval is. Want vandaag editen we de wedstrijd Feyenoord tegen Marseille, de UEFA Europa Conference League is het volgens mij. En omdat het zo'n grote match is, hebben we zowel vandaag twee fotografen als twee editors. Dus ik werk ook samen met een andere editor. Maar het proces is in principe hetzelfde. Goed, wat ik vaak doe, ik zet dus FileZilla open. Wij gebruiken FileZilla. Nou, die is hier te zien. Die zet ik ook altijd eigenlijk op het scherm links. En zoals je kan zien, zijn er al wat foto's binnen. Nou, ik maak altijd heel simpel een mapje aan in Photomechanic. Dat zie je hier. Genaamd de match. Ik doe altijd een datum, dus 28 april, de matchnaam. En binnen die matchnaam doe ik de map edited. Kom ik later op terug. En in FileZilla gooi ik dan altijd standaard foto's die hier binnenkomen. Dus iedere fotograaf heeft zijn eigen mapje. Ik heb vandaag toevallig Herman en Robin heeft Geert. Die binnenkomen. Nou, je ziet ze hier groot worden als ik refresh klik. In principe haal je die binnen hier. Nou, je kopieert ze hierheen. Ik heb ze al gedownload, dus dit kan ik even overslaan zo. Nou, dus zoals je ziet, die heb ik allemaal gedownload. En ik sleep ze naar ontvangen. Dan weet ik voor mezelf, hey, die foto's hoef ik niet meer te bewerken. En dan staan ze nu op mijn PC. En dan kan hij ondertussen doorgaan met foto's uploaden. Nou, wat is dan de volgende stap? Je hebt de eerste foto's binnen. Eigenlijk heel simpel. Ik zorg altijd dat ik op het moment, nog voordat de eerste foto's binnenkomt, zorg ik dat ik de opstelling heb. Nou, waar kun je dat het beste doen? Ik gebruik bijvoorbeeld SofaScore. Erg handig. Hier heb je de opstelling vaak al een uur van tevoren ongeveer. En eigenlijk kun je daar best wel veel op zien. Daarop volg ik ook altijd de livescore. Dus kan ik zien wie er scoort of niet. Als ik bijvoorbeeld de wedstrijd niet op mijn mobiel meekijk. Dus ja, eigenlijk is dit de website to go wat mij betreft. Om alle informatie te krijgen. Je ziet gele kaarten, je ziet rode kaarten. Je ziet, volgens mij scheidsrechter staat er dan weer toevallig niet bij. Maar goed, die krijg je doorgestuurd via de fotograaf. Maar in principe alles staat hierbij. Dus die gebruik ik al. Die zet ik ook op mijn linkerscherm. Zodat ik altijd gemakkelijk kan volgen van hey, er is gescoord. Dan weet ik, oh, even opletten. Hier komt een doelpunt aan via de foto's. Nou, je ziet hier al, Robin heeft al twee foto's geüpload. Je ziet hier, dit zijn foto's die hij al heeft geëdit en heeft doorgestuurd. Daar komen we later op terug. Maar in ieder geval, de foto's komen allemaal op deze website binnen. En toevallig beide in hetzelfde mapje. Daar kom ik ook nog later op terug. Dus we slepen deze even naar links, naar hoe ik ze normaal heb. Zodat ik ook het werk daadwerkelijk kan gaan doen. Dat zou de baas ook wel fijn vinden. Nou, deze foto is volgens mij zo goed als binnen. Die slepen we nog even naar links. Die download hier onderin. Ik sleep hem naar ontvangen. Nou, sommige fotografen hebben meer fotocamera's. Dus ik check altijd even de extra mapjes of daar niet eventueel ook foto's binnenkomen. Goed. FileZilla gaat naar linksboven in mijn scherm. En dan zie je hier het mapje. Nou, wat ik altijd doe, ik zet Photomechanic en dat is een super handige tool. Daar ga ik nog een hele losse tutorial over maken, maar dit is even voor het proces. Ik zet altijd de foto's op capture time, zodat ik weet van, hey, als er een doelpunt is gemaakt, dan krijg ik die ook daadwerkelijk als
helemaal onderaan. Ik heb hem zo staan. Sommige mensen zetten hem in reverse, dat je de nieuwste bovenaan hebt. Ik heb het liever andersom. Ik heb liever dat ik naar beneden scroll. Dan komt hij zeg maar daar onderaan staan. Dus weet ik, hey, chronologisch gezien klopt het aantal foto's. Stel, ik zet hem bijvoorbeeld op file name. Sommige foto's komen eerder chronologisch dan dat ze in de tijd komen. Dat is heel raar. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat heeft te maken met in-camera settings en met de settings van wanneer je hem downloadt. Zo ook modification time. Dat is dus op het moment dat ik hier bijvoorbeeld deze een mark geef van 3. En ik doe dat F5, dan zie je, deze is het laatst geëdit van wat hij net een mark heeft gekregen. Dus komt hij achteraan te staan. Nou, dat willen we natuurlijk in principe niet. We willen gewoon capture time. Dan weet je, de foto die nu gemaakt is, is bijvoorbeeld het ene laatste moment dat er geweest is. Nou, goed. Wat we verder gaan doen, we hebben een metadata template gemaakt. Eigenlijk, die heb ik gemaakt. En Robin gebruikt dezelfde. Dus dit is eigenlijk hoe alle data erbij komt. Dus als je terugkijkt op de Orange Pictures website, je ziet hier Rotterdam, Netherlands, view of the car prior to the UEFA Europa League, foto bij Geert van Erven, Orange Pictures. Nou, dat willen wij natuurlijk ook. En dat hebben wij dus hier ingevuld. Mijn fotograaf is Herman Dingler. De statistieken hier, of de statistieken, de namen van de teams. En eigenlijk, dit is een heel onderwerp apart, dus ik ga er niet op in. Maar in principe wat dit inhoudt is, ik hoef alleen maar eigenlijk deze twee velden in te vullen. En deze tussen de haakjes gezette dingen, die vult de rest eigenlijk in. Dus heel simpel is dat. Nou, wat ik dan ga doen, we beginnen heel kort meteen bij de foto's. O4 Marciano, dat is het mooie aan SofaScore. Je kan meteen de opstelling checken. Wat ik doe, als ik een foto goed vind en ik denk, hey, daar kan ik mee werken. Ik geef hem de mark blauw, of 6 in dit geval, lichtblauw. 6 op je toetsenbord. En kijk er doorheen, ik denk, hey, die kan wel, die kan wel, die kan ook. Nou, deze is dan net buiten, nog niet helemaal afgerenderd, dat maakt niet uit. Oké. Dus we hebben die. Lichtblauw is voor mij, hij moet nog gecaptioned worden en hij moet nog geëdit worden. Dus dan druk ik op I. Ik druk op Apply Metadata Template, want dan heb je heel mooi hier zo alles data die er standaard is. Dus de Rotterdam, Nederland, blablabla. Dan hoef ik alleen nog maar deze twee in te vullen. Nou, ik kom nog even hierop terug bij de latere tips. Dat is een hele belangrijke tip, dus die ga ik nu nog niet vertellen. Maar dan moet je blijven tot het einde, want dan ga ik deze hele belangrijke tip vertellen. Maar voor nu eventjes, typ ik handmatig even de naam in. Goalkeeper, O4 Marciano of Feyenoord. We doen het altijd in het Engels, maar in principe kun je dat in elke taal doen, als je dat zou willen. Kopiëren. Oh. Sorry. Zo. Kopiëren. Plakken. 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 Nou, dat is het voordeel van als je een reeks hebt van foto's van mensen van één persoon. Nou, wat ik dan doe, ik selecteer ze allemaal. En nou weet ik van, hey, deze zijn allemaal gecaptioned. Dan geef ik ze Ctrl-3 en dan geef ik ze allemaal een groene kleur. Dan weet ik, hey, dat is voor jezelf een goede manier om te bepalen van, hey, nou weet ik dat deze geëdit moeten worden. Dus eigenlijk, het maakt niet uit welke kleur je kan doen. Ik kan ook zeggen, ik doe het geel geven of paars of whatever. Maar voor mij werkt Ctrl-3 voor de groene kleur en dan weet ik, hey, die ga ik editen. Nou, wat ik dan doe, ik sleep ze naar Lightroom. En dan zie je, ze worden hier rustig geïmporteerd. Ga je naar Develop. En nou komt het mooie. Presets zit ik eigenlijk nooit aan. Dit is nog zondag aan van de vorige opdracht die ik moest doen. Nou, je hebt normaal gesproken per foto heb je denk ik, ik zou zeggen, een paar seconden. Dus 12, 13 seconden per foto, meer heb je eigenlijk niet nodig. In principe zeker niet in de hoge drukmomenten. Dus wanneer er een doelpunt gescoord wordt, of een penalty veroorzaakt wordt, of een VAR momentje, dan wil je dat die momenten snel doorkomen. Want op het moment dat je ze snel online kan zetten, goed geëdit en wel, en goed gecaptioned, kunnen live blogs meteen die foto kopen. En dat is natuurlijk wat je wil. Hoe meer foto's je verkoopt, hoe hoger je in principe, nou ja, hoe hoger je in principe verdient, dat zou het idee moeten zijn. Nou, maar nu even korte dingen. Ik begin altijd met auto. Dat is misschien een beetje vloeken in de kerk, maar ik begin er toch altijd mee om even te kijken wat denkt Lightroom ervan, van hey, wat is goed hiervoor? Nou, ik zie nu al, dat is te donker wat mij betreft. Ik gooi ook altijd de texture een beetje omhoog, omdat sportfoto's online zeker wel een beetje texture mogen hebben. En nou komt het mooie trucje. Een beetje goed stellen. Even kijken. De highlights een klein beetje naar beneden. Het contrast een beetje omhoog. Nou, ik vind dit op zich een mooie kleur. Check eventjes. Ja, ik zou zeggen dat de kleur vanuit de camera al goed genoeg is. Ik zet hem altijd een heel klein tikje blauwer. Dus ongeveer -6 of zo. Vind ik wat mooier eruit zien. En wat ik dan doe, ik copy hem. Dus dan kop ik eigenlijk deze settings, want ik weet dat vaak de settings rond de wedstrijd redelijk hetzelfde blijven. Oké, R voor mij op Classic,
is het bijsnijden van de foto. We werken in een standaard formaat in principe. We werken of in het dit formaat. Ik weet niet, volgens mij is dat native vanuit de camera. Of in het vierkante formaat, dus 1:1. Logisch natuurlijk. Vervolgens, ik heb dus altijd heel even korte tijd. Ik zorg altijd dat ik ze een beetje recht trek. Nou, dit is foto klaar. Ik geef hem een mark 1 of 5. En 1 ster betekent hij is kleiner dan 32 of 3300. 3300 pixels op het eerste getal. En 5 is 33 of hoger, want dat komt later nog van pas. Nou, bijvoorbeeld met deze foto weet ik, hey, die is net geschoten. Nou, die kan ik gewoon previous drukken. Klein beetje groter maken, klein beetje bijdraaien. En hop, daar heb je je foto. Misschien de kleur een klein beetje warmer houden. Zoiets. En je ziet deze schoten dan 3300, dus ik geef hem een 5 mark. Nou, hier ook. Ik druk best wel veel previous, want dat is, ja, het bespaart gewoon lekker veel tijd. Kijk, het is een tikje donker. Zoiets. Nou, dan heb je, hup, klein beetje bijdraaien. Het is altijd heel even heel kleine aanpassingjes, maar dan heb je ook wel gewoon een goede foto te pakken. Goed, en wat ik nou ga doen, ik selecteer bijvoorbeeld eerst even de eendjes. En dan doe ik de export. Oh, dat komt op een ander scherm te zien. Wat ik dan doe, ik heb hier een fotograafnaam. Dus dit is even hoe wij de namen exporteren. Dit is niet interessant, dit is gewoon hoe wij de files noemen. Nou, resize to fit. Wij doen of 5250 of 3250. Nou, de eendjes gaan allemaal naar 3250 en de vijfjes gaan allemaal naar de 5250. Nou, even checken of de watermark niet aanstaat. Goed zo. Nou, en hier komt edited in terug, namelijk de export location. Same folder as original photo. En dan edited. Dus daar komt die mooi terecht. Ik hoop dat mijn licht nog een beetje goed is. 3250 dus voor de eendjes. Dan druk ik op export. Nou, en hetzelfde doe ik voor die andere, maar dan met 5250. Daar komt hij aan. Ondertussen blijf ik links kijken. Is de wedstrijd al gestart? Worden de foto's doorgestuurd, et cetera? Nou goed, ik druk hem weer op library. En dan gaan we terug naar Photo Mechanic. Nou, zijn we weer hier. En zoals je hier ziet, dan zijn de foto's gekomen in het mapje Edited. Nou, deze zet ik altijd op Modification Time, want hier is het belangrijk dat je weet, de foto's die ik al geüpload heb, moet ik niet nog een keertje uploaden. Dat kan wel, is op zich niet heel erg, maar ik vind het voor de workflow altijd handig om het gewoon niet te hebben. Nou, hier hebben we dus de foto. Ik loop soms heel even nog kort na of zien of ik geen foutje heb gemaakt. Bijvoorbeeld, dit is van echt een mooie foto. Goede foto, goed scherp, die doen het vaak wel goed. Nou, dan doe ik recht de muisklik, apply metadata template, want je hebt natuurlijk de naam ingevuld en die komt nou ook hier terecht. Dus goalkeeper Ophir Marciano of Feyenoord during the UEFA Europa Conference League, blablabla. Foto by Herman Dinger. Oké. Dus, dan selecteer ik ze allemaal. Ik doe nog altijd, een soort van habit is het om het nog een keertje te doen voor de zekerheid. Ctrl-U. En hier hebben wij onze servers waar we ze naartoe sturen. Dus wij hebben Alamy. Even kijken. Fotograaf 75 is onze Orange Pictures ding. Ik zal proberen dit even af te blurren, want dat is misschien niet helemaal netjes als ik dat laat zien. Fotonieuws hebben we. En dat zijn de drie main dingen. We gaan heel snel kijken of het mooi gelukt is. Druk even hier op F5. Ja, en zoals je ziet, hier in hetzelfde mapje krijgen we nu de mooie foto's binnen. Goalkeeper Ophir Marciano op Feyenoord during de UEFA Europa Conference League. En hij komt mooi in het mapje met de andere foto's van onze andere fotograaf. Volgens mij is dat Geert van Erven. Ja, dus zo zie je maar weer. Je kan het ook als een team doen. Zolang de metadata template die je hier ziet beide hetzelfde is, kun je namelijk beide gewoon naar hetzelfde server of hetzelfde mapje sturen. Nou ja, dat is in principe niet altijd van toepassing, maar voor deze situatie komt het wel mooi uit. Dat was het voor nu even. Ik zal straks bij jullie terugkomen als ik tussendoor nog wat tips heb tijdens de match. Maar nu begint de wedstrijd begint ongeveer over 10 minuten. Dus ik ga hem even klaarmaken. Ik pak even wat drinken en dan kom ik terug bij jullie.
Dus ja, ik denk dat je het einde van de video wel een beetje zo bereikt hebt. Laat even weten als je nog vragen hebt. Je kan in de comments stellen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug, laat ik het zo zeggen. Wil je nog meer van mij zien? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal. Kijk in de links in de beschrijving, daar vind je mijn social media, mijn website. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video, in de volgende tutorial of whatever. Tot de volgende keer. Houdoe.